for the moment. Wat voor een filmpje? Over de Rolls Royce. Nee, heb ik echt geen zin in hoor nu. Maar de scholen zijn dicht en ja, niemand heeft wat te doen. Wat moeten de kijkers dan kijken? Iedereen zit maar de hele tijd thuis. Wat moeten we dan doen? Ja, begrijp ik. Maar niemand zit met deze coronatijden op een filmpje te wachten, joh. Nou, wat moeten we dan doen? We mogen bijna niet meer naar buiten. We hebben bijna straatverbod. Ja, maar... Pap, kom op! Ik zit er echt niet op te wachten in meer nou. Kom op, pap. Niemand heeft wat te doen. Iedereen gaat door met filmpjes maken als die op YouTube zit. En wat ga je doen dan? Ga je vertellen over die auto? Ja. Welke auto wil je? De Rolls Royce. Nee joh, laten we het morgen doen. Nee, vandaag. Nou, vooruit dan. Yes! Ik neem jullie nu mee naar de nieuwste Rolls Royce Ghost. Kom maar mee. Dit is de allernieuwste Rolls Royce Ghost, paramolwit. Nieuw kost hier meer dan 500.000 euro. Ik wil jullie wat laten zien bij de velgen. Het RR-logo blijft altijd rechtop staan. Er zit een soort van kwik in dat die altijd rechtop blijft staan. Wat ons hiervoor al opvalt, is het logo. Als je de auto dicht doet, dan gaat die vanzelf naar binnen. Feest was echt beginnen. Dan wil ik jullie even het tapijtje laten zien. Als ik mijn vingers erin steek, dan verdwijnen ze bijna. Echt bizar dit. Ik ga maar eens even achterin zitten. Ik kom er niet bij. Nou, dan is hier altijd nog een knopje waardoor die automatisch dicht gaat. Normaal gesproken doet de chauffeur de deur voor je open, maar mijn vader denkt daar weer eens niet bij na. Nou, als het regent, zit er altijd nog een paraplu in de Rolls Royce. Gewoon met een Rolls Royce steken erin. Allerlaatste wil ik jullie nog even de binnenkant laten zien. Ik zet even mijn massage aan. Kijk jullie maar een beetje rond. Deze auto is bij ons te koop.